De wielen van de bus gaan rond en rond, rond en rond. Yo, leuk dat je kijkt naar Coke TV. Ik ben Trento. Ik ben Bradley. Ik ben Marije. Roen. En wij zijn Koolbas. En wij maken van super saaie, hele leuke dingen. En het is weer tijd voor leuke, awkward situaties. Dit waren Nick Rozen, Britt Scholten en Quinty geweest, maar nu is het aan ons de beurt. We gaan vandaag namelijk naar de sportschool, maar we gaan niet gewoon sporten. Een van de teamleden krijgt een oortje in en de ander geeft ons een awkward situatie die wij moeten uitvoeren. Ja, ik ben echt heel benieuwd hoe ver we durven gaan vandaag. Want er is nog even teams maken. Dus... Oké. Okay. Jij gaat bij mij. Claim. Oké. Okay. Jullie elkaar. Ja. Let's go! Oké, wij gaan het doen. Wij gaan het doen. Helemaal niet doen. Wij moeten nog dingen gaan verzinnen, want zometeen gaat één van ons dus... de sportschool in. Ja, en dan moeten we even gaan verzinnen wat die persoon kan doen als opdrachten. Ja. Oké, Jeroen, wij zitten weer samen in een team high five. Als ik het krijg, dan moet ik het doen. Dus schrijf het maar helemaal vol met heel veel nare dingen. Boeken lezen. Je kan een verkeerde oefening doen. Weet je wel, ik heb zo'n filmpje gezien van zo'n man die met zijn hoofd ook zo doen was. Oké, dus een opdracht, een oefening met een apparaat, totaal verkeerd uitvoeren. Wat je ook kan doen is, als je naar een persoon gaat en dan vraagt, ja, kan je me misschien helpen met deze oefening? En dan gaat hij het uitleggen en dan toch nog verkeerd doen. Ja, oké. Okay. Heel erg wat van naar jezelf kijken in de spiegel. Dat is een goeie. Dat is een goeie. En dan van die foto's maken. Ja, constant. Selfies maken bij sportschool. Hashtag fitlife. Keihard meeschreeuw met de muziek. Oké, moet je wel het nummer kennen? Britney Spears of zo. Oh, van je eigen muziek. Ja, dat is een goeie. Ja. Dat is vet irritant ook. Oké, wij gaan nog even verder denken. En ik ben benieuwd wie het straks moet gaan uitvoeren. Oh. Doei! Oké, we zitten helemaal klaar. Daar is het beeldscherm met een camera die gericht is in de gym. En nu gaan we bepalen wie er daadwerkelijk ook die gym ingaat. Jij. Zullen we Steven nu schaken doen? Ik hoop dat. Ja. Oké, wij eerst. Nee. Oké. Steven, papier, schaak. Nee! Oh nee! Oh. Ik vind het echt best wel leuk. Waarom vind je dit zo? Weet je hoe ongemakkelijk dit is? Dit Kijk is even. Zo gemakkelijk. Weet je hoe breed deze mannen zijn? Dat is toch geweldig? Ik voel me als een sukkeltje die dan bij. Oh nee! Okay. Nou, nu moeten jullie. Snel, oké. Okay. Steen, papier, schaar. Succes! Ben jij? Nee, ik heb gewonnen. Ik ben! Oh, bitch. No. Yes, we're gonna rock it, man. Jullie zullen vast heel goed doen. Oh, shut up. Ja. Ik heb echt geen zin. Oké, wie gaat het voor jullie eerst? Bradley, Jeroen, wie gaat het voor jullie eerst? Jij. Ik ga wel eerst. Jij. Oké. Ja. Je moet, nu moet je die vasthouden. Ga maar trekken, en dan moet je... ga maar bukken. Helemaal naar de grond. Dat is een soort van squat. Nee, helemaal naar de grond. Hij doet het niet. Ja. Ja, pak nu en hier heel snel op en neer bewegen met dat ding. En heel ver naar achter ook gewoon. Sneller. Ja, zo. Gewoon doorgaan. Gewoon heel serieus. En vooral zo. Ja. Met je hoofd naar voren. Ja. Oh, loop. Maar... Doe die squats, jongen. Hup, squatten. Hup, doe die knietjes. Gebruik je knietjes. Kom. Kom op. Hup. Kom. Ja. Kijk hem. Ja, daar waar je nu naast staat. Ja, ga erop liggen. Juist. Achter. Ja. Op je buik. Op je buik. Ga er op je buik op liggen. Ja. En nu de borstcrawl. Lekker zwemmen, vriend. De borstcrawl. Ik wil die... Oh, ik ben stuk. Oh, geweldig. Mag ik het vragen? Zou je een foto van mij willen maken? Zou je een foto van mij kunnen maken? Met die oortjes. Vraag of je een beetje sterk in uitkomt. Of het een beetje goed staat. Dat is zo ongemakkelijk. Zijn we spieren? Kom ik een beetje sterk over zo? Andere pose, ook andere pose. Is het gelukt? Oh, wat ongemakkelijk. Ja, is goed zo. Dankjewel. Kom op, even een paar dabs. Even oefenen. 1, 2, 3, 4. Heel goed. Oh,
gaat het stuk nu al. Is dat leuk als jij daar naartoe gaat? Moet ik... Ga met z'n tweeën iets doen, dat is leuk. Wat moet ik doen dan? Ga gewoon, ga gewoon daar naartoe. Kijk, als jij nou die pakt, gaan we samen trekken. Kom. Dat is zo goed. Tenne, jij moet je echt goed met je kont naar achteren. Laat hem wat zwaarder doen. Nee. Wacht, laat hem wat zwaarder doen, dan kunnen we gewoon wat heftiger. Ik ga douchen, man. Ga douchen? Oké. Okay. Ik voel me echt heel rommel. Of iets anders. Maar je wordt hier echt heel ongemakkelijk van. Ik heb nog geen oortjes in of iets. En gewoon daar staan als zonder oortjes van, hi, wat moet ik doen? Zo stil. Zo stil? Die is zo stil. Ik wil niet. Hier heb je oortjes. Ik ben er klaar mee. Durf je te zingen? Bradley. Single ladies. Je moet even het dansje van Beyoncé doen. En even wo-oh-oh. Ik wil je horen, hè. Helemaal de sport. Het lijkt een put a ring. Hey. Het is zo stil. Het is hier zo stil. Kom op, harder. Kom op, we willen je hier horen zelfs. Woe! Doe maar. De wielen van de bus gaan rond en rond, rond en rond, rond en rond. De wielen van de bus gaan rond en rond, overal in de stad. Nee, ik kan het echt niet hoor, ik vind het zo eng. Oké, ik denk dat dit echt het meest ongemakkelijk is wat ik ooit gedaan heb. Ooit! Wat jullie ooit gedaan hebben. Ik ben heel blij dat ik het niet heb gedaan, maar ik ben wel heel trots op jullie. Nou, ja. Cheers meisjes. Goed gedaan, yes. Eerlijk. Yes. Vreselijk. En volgende keer ga jij. Yay. Ja, ja. Check even de vorige video samen met Jesper en Martijn van Spreekbeurt hieronder. En bekijk ook nog even de video van de Fris Chicks. Wie vond jij dat het vandaag het beste heeft gedaan? Laat het weten in de comments. Geef deze video natuurlijk eventjes een duimpje omhoog en abonneer op CoCoTV. En dan zeggen we tot de volgende keer.